Bijna iedere belegger kent hem wel, Warren Buffett. En gisteren was zijn 92e verjaardag. Een mooi moment dus om te gaan kijken naar wat hij heeft bereikt en wat we van hem kunnen leren. Dat wil ik doen door te gaan kijken naar 5 quotes en 5 feiten over Warren Buffett. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. De laatste tijd heb ik veel boeken gelezen. Over Warren Buffett of over zijn manier van beleggen, want ik denk juist zeker in een jaar zoals nu, met hoe de beurs op dit moment gaat, dat het dan heel interessant is om deze boeken te lezen en dat we daar waarschijnlijk ook heel veel van kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan boeken zoals deze, waar we heel veel kunnen leren over waar Warren Buffett op let, waar je de cijfers, hoe je ze moet bekijken bijvoorbeeld. Buffetology ook van uh, Mary Buffett, um, over heel veel dingen, hoe Warren Buffett naar. Dingen kijkt, hoe die ze waardeert. Heel veel methodes haal je daar dus eigenlijk uit. Je hebt inside the Investments of Warren Buffett, waar eigenlijk uh, misschien wel 20 hoofdstukken, of zo zijn het. Ja, 20 hoofdstukken, waar telkens wordt gekeken. Welke informatie had Warren Buffett op dat moment ter beschikking. En hoe zal hij er waarschijnlijk naar hebben gekeken. Naar ieder van zijn investeringen. En op dit moment bezig met de intelligente belegger. Een um, best wel wat moeilijker boek om te lezen, maar ik denk wel. Heel bekend, hopelijk ook heel leerzaam. En ik zal trouwens ook links naar deze boeken onder deze video plaatsen, mocht je een van deze boeken willen gaan lezen. Maar laten we dan gaan kijken ten eerste naar de vijf quotes die heel bekend zijn door Warren Buffett. En de eerste quote is: Never lose money. En dit is eigenlijk zijn bekendste regel. Eigenlijk zijn het twee regels, maar tegelijkertijd ook één regel gewoon. Want regel 1 is: Never lose money. En regel 2 is never forget rule 1. Oftewel, verlies nooit geld. En de tweede regel is: denk aan regel 1 om nooit dus geld te verliezen. En aan de ene kant is dit natuurlijk een grap. Maar tegelijkertijd is het ook wel serieus. Want je kunt ervoor zorgen dat je eigenlijk verlies kunt voorkomen wanneer je gaat beleggen. Dat kan door juist goed onderzoek te gaan doen. En vanuit dat onderzoek dus ook een goede aankoop te gaan doen. Maar zeker ook om niet te verkopen op het moment dat je in de min staat. Oftewel je emotie uitschakelen. Ook dat komt eigenlijk. Samen met dat goede onderzoek doen, als je goed onderzoek hebt gedaan, heel veel weet van het bedrijf, het bedrijf begrijpt, zul je waarschijnlijk niet zo snel handelen op emotie, maar juist meer op de data. En dan alleen als het dan ook echt iets verandert in de data, in de winstgevendheid van het bedrijf bijvoorbeeld, dat je dan pas overgaat tot koop en eventueel dan wel een verlies neemt, maar in ieder geval niet een verlies neemt omdat het slecht gaat met de markt of omdat je gevoel zegt dat het nu niet het goede moment is. Om te blijven zitten, want er groter verlies aankomt. Maar Warren Buffett heeft ook een hulpmiddel eigenlijk om verlies te voorkomen. En dat is dan ook tegelijkertijd de tweede quote. The three most important words in investing. Margin of safety. En dit is eigenlijk dus de drie meest belangrijke woorden binnen beleggen. Margin of safety, oftewel een veiligheidsmarge. Als je een investering gaat doen, zorg dan dat je een veiligheidsmarge hebt ingebouwd tussen jouw prijs waarvoor je het koopt. Of de waardering die je zelf hebt gemaakt. Stel je hebt berekend dat een bepaald aandeel 100 euro waard is. en je past eigenlijk altijd een 25% veiligheidsmarge toe. dan betekent dat, ook al heb je berekend dat 100 euro eigenlijk de eerlijke uh, waardering is voor dat aandeel. dat je het aandeel niet voor die prijs gaat kopen. maar dat je juist 25% korting wil. oftewel bij een prijs van 75 euro per aandeel of minder. dan koop je het aandeel pas. Dit zorgt er gewoon voor dat je juist. Um, mocht er een keer iets misgaan in je berekening, want jij zal nooit precies de toekomst kunnen voorspellen, daar bouw je eigenlijk bijvoorbeeld die um, ja, veiligheidsmarge voor in. Of er gebeurt iets met het bedrijf, er gebeurt iets op de markt waardoor de koers verder gaat dalen. Dan heb je in ieder geval 25% speling uh, ten opzichte van de gemiddelde eerlijke prijs waarschijnlijk. En dit zorgt er waarschijnlijk dan wel voor dat je het aandeel eigenlijk bijna nooit kunt kopen tegen de prijs die jij wil betalen, omdat de markt het dus vaak anders waardeert. Behalve zoals we eerder hebben besproken, wanneer er iets gebeurt in de markt, waardoor emotie een rol gaat spelen, dat andere beleggers misschien wel verlies gaan nemen, dat het aandeel hard onderuit gaat. En dat kan dan voor jou het moment zijn om juist wel in te stappen. En ook daar komt straks nog een, een feit of een quote over trouwens. Maar kijken we naar de derde quote: dan is dat: price is what you pay, value is what you get. En er is een groot verschil tussen price, oftewel prijs. En value, oftewel waarde. Heel veel mensen in het dagelijks leven zullen die twee dingen eigenlijk ja, gewoon door elkaar gebruiken. Omdat ze denken dat het hetzelfde is. Maar dat is zeker niet zo in het geval van beleggen bijvoorbeeld. Dus gaan we ook even kijken aan de, aan de hand van twee voorbeelden. Ten eerste bijvoorbeeld een Apple computer. Een Apple Mac Studio. Ik heb hem ook eerder dit jaar gekocht. Een computer met een prijs vanaf 2329 euro op dit moment. Nou, een particulier zou naar deze computer kunnen kijken en denken, nou, dat is heel veel geld voor een computer. Ik kan eigenlijk ook de dingen die ik doe op een computer op een goedkopere computer doen van 800 euro. Daar kan ik eigenlijk hetzelfde mee bereiken. Misschien dat het iets langer duurt, maar dat is van mij, ja, dat maakt niet uit. Daar heb ik de meerwaarde, die zie ik niet zitten. Die prijs kan ik niet ja, verantwoorden eigenlijk aan mezelf. Ga je dan kijken bijvoorbeeld naar een ondernemer, iemand misschien zoals ik, die dagelijks veel werkt. Veel werk doet op de computer en bijvoorbeeld ook video's maakt, dan kan bijvoorbeeld een Mac Studio ervoor zorgen dat ik sneller video's kan monteren, sneller kan exporteren en dus ook eigenlijk meer werk kan doen in diezelfde tijd. En hoewel dus eigenlijk de prijs voor beide personen hetzelfde is, is de waarde die het voor beide personen geeft wel heel anders. Die particulier ziet de waarde niet. Want die kan ook met een goedkopere computer eigenlijk hetzelfde doen in dezelfde tijd. Terwijl misschien een ondernemer of ik bijvoorbeeld, de reden waarom ik wel deze computer heb gekocht, is juist omdat ik hierdoor denk uh, tijdvoordeel te hebben, dat ik meer werk gedaan kan krijgen. Of juist ervoor zorgen dat ik eigenlijk meer vrije tijd overhoud. Maar dat geldt niet alleen zo voor computers, maar ook bijvoorbeeld voor een aandeel zoals Apple. Een aandeel Apple kost nu ongeveer 160 dollar, maar we hebben ook de afgelopen tijd weken gehad waarin het aandeel 6% in de plus ging of juist 6% in de min. En we zien dus dat eigenlijk de prijs van het aandeel wel verandert, maar verandert dan ook de waarde zeker binnen zo'n korte periode, binnen een week. En waarschijnlijk is dat niet het geval. Tenminste meestal is dat niet het geval, tenzij het bedrijf bijvoorbeeld komt met financiële cijfers of andere informatie die wel impact heeft op de koers. Maar vaak zul je zien dat een een aandeel eigenlijk mee verandert met misschien de hele markt, het sentiment, de emotie van beleggers. Dus dan kun je duidelijk zien dat de koers, oftewel de prijs, wel verandert, maar eigenlijk de onderliggende waardering niet. Een vierde quote is: Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Oftewel, uh, ben juist voorzichtig, heb eigenlijk angst als anderen juist heel hebzuchtig zijn en omgedraaid heb je juist heel veel hebzucht, ga heel veel kopen... op het moment dat andere mensen juist terughoudend zijn of heel veel angst hebben. En daarmee speel je dus eigenlijk in op de emotie van de markt of de emotie van beleggers. Wanneer er heel veel onzekerheid is op de markt... Um, bijvoorbeeld in de tijd van corona bijna twee jaar geleden... toen zag je dat er heel veel angst was, dat koersen kelderden... terwijl misschien op de lange termijn dat niet per se zo'n grote impact heeft... en zeker niet voor alle bedrijven. Juist als er dan in heel veel bedrijven heel veel angst is... Kan dat zeker ook een moment zijn dat jij juist zich moet hebben, dat jij misschien wel moet kopen, omdat dan juist de koersen laag staan. Je moet natuurlijk wel rekening houden dat op de lange termijn moet het wel weer een beetje teruggaan naar het oude. Dat dat soort situaties, maar dat, ja, die momenten, dat zijn misschien juist kansen waarvan jij kan profiteren. Dat je dus eigenlijk gaat handelen op de emotie van anderen. Een goed voorbeeld daarvan, en wat we trouwens ook terug kunnen lezen in een van die boeken, is dat Warren Buffett American Express heeft gekocht. Uh, de aandelen daarin heeft gekocht juist na de Salad Oil Swindle of Scandal. Dat is uh, heel lang geleden geweest. Dat was een schandaal, een van de onderdelen van American Express. Die deden financiering en dat betekende dus ook dat ze dingen als onderpand namen. Nou, een van die dingen die in onderpand waren was de slaasaus of olie, slaolie. En uiteindelijk ging er iets mis met een van die bedrijven. Gingen ze kijken naar die voorraad en dat bleek dus ja, niet alleen maar uit die olie te bestaan, maar voor een groot gedeelte uit water. Oftewel, het was niet waard wat ze dachten dat het waard was. Het ging geloof ik over een bedrag van zo'n 170 miljoen dollar op dat moment. Was best wel een, groot, een grote impact voor een bedrijf als American Express. Ik geloof dat het een beetje de jaarwinst was, bijvoorbeeld. Dus daar werd heel negatief op gereageerd. Alleen, um, ja, dat is dus hoe beleggers vooral naar kijken. Warren Buffett is natuurlijk juist andersom. Hij gaat kijken wat er gebeurt er nu eigenlijk. Hij ziet dat eigenlijk het verlies dat ze daarop leiden. gelijk is aan één keer de jaarwinst. Hij ziet ook dat het onderdeel van dat bedrijf, wat re ja, rekening hield met die financiering, eigenlijk maar een heel klein gedeelte is. Van het grote geheel van American Express. En dat dus eigenlijk misschien wel de situatie. misschien wel, wel werd, werd overdreven. Dat het juist voor hem dus een moment was. om in te stappen. Dat heeft hij ook gedaan. onder andere omdat juist hij wist dat het bedrijf. een, een management had. dat altijd heel eerlijk was. dat het goed was voor de aandeelhouders. dat dingen bekeken op de lange termijn. Dus hij ging er ook vanuit dat het management dat nu ook ging doen. Goed op ging lossen, netjes op ging lossen. En als dat gebeurt, dan weet je dat over een tijdje, misschien is dat één jaar, misschien is dat drie of vijf jaar, het wel weer goed komt met de koers, omdat beleggers dan weer opnieuw gaan kijken en de waardering dan een stuk hoger is. Dus ook dat is een reden geweest voor hem om dan juist in te stappen wanneer anderen dus eigenlijk uh, fearful waren. Was hij juist greedy en daar heeft hij natuurlijk heel veel uh, rendement op kunnen maken op deze beslissing. En de vijfde en laatste quote die ik wil behandelen is... ...risk comes from not knowing what you are doing. Dit valt eigenlijk ook een beetje samen met een andere bekende quote van hem... ...van never invest in a business you cannot understand. En dit zie je bijvoorbeeld aan het portfolio van Warren Buffett... ...dat um, ik geloof 90% of ongeveer 90% van zijn vermogen zit in ongeveer 10 aandelen. Dus hij is helemaal niet zo gespreid. Het kan veel gespreider. Je kunt bijvoorbeeld uh, je vermogen, zeker grote vermogens ook... Uh, wereldwijd spreiden via een ETF, via een indexfonds. Maar dat heeft dus hij juist niet gedaan. Hij kiest ervoor om aandelen heel uitgebreid te onderzoeken. Niet alleen aandelen, maar juist ook de bedrijven heel uitgebreid te onderzoeken. Zodat hij precies eigenlijk alles weet van het bedrijf. Wat doet het bedrijf? Waar komt de winst vandaan? Wie zijn de concurrenten? Uh, hoe reageren beleggers erop? Um, al die dingen zorgt er gewoon voor dat hij heel goed op de hoogte is van bedrijven. En als je juist heel goed op de hoogte bent, de kennis hebt. Dan kun je misschien kun je denken: van ik stop er meer geld in, dat is een meer risico. Maar het is eigenlijk alleen een risico als je niet weet wat je doet. Aangezien hij zijn onderzoek goed heeft gedaan, zegt hij van als ik zo goed op de hoogte ben van, van het bedrijf. Dan is het een wel overwogen beslissing en is het dus waarschijnlijk niet eens risicovoller dan wanneer ik wel zou spreiden over heel veel andere dingen. Is natuurlijk wel iets wat hierbij heel belangrijk is en dat is dat je de tijd hebt om al die aandelen te onderzoeken. De ja, meeste mensen zoals jij en ik hebben dat niet. Warren Buffett heeft dat wel. Het enige wat hij eigenlijk de hele dag doet op kantoor is minstens 80% van de tijd gewoon jaarverslagen lezen, nieuws lezen misschien ook wel. En dus. Hij heeft de tijd om dat te onderzoeken voor iedereen die eigenlijk niet die tijd heeft. Dan loop je wel een risico als je op die manier losse aanleden zou kiezen. En is dus een indexfonds met spreiding of een ETF in dat geval waarschijnlijk wel beter. Maar dat waren dan de vijf quotes. Laten we nu juist gaan kijken naar vijf feiten. En de eerste daarvan is dat Warren Buffett al op zijn elfde zijn eerste aandeel kocht. Dat deed hij uh, met behulp van zijn vader. Want natuurlijk, um, ja, je bent nog niet op de leeftijd dat je eigenlijk ook aandelen mag kopen. Ook in Nederland is dat zo. Je moet 18 jaar ouder zijn om eigenlijk te mogen gaan beleggen. Dus um, het voordeel van Warren Buffett op hele jonge leeftijd is denk ik tweeledig. Aan de ene kant zorgt het er gewoon voor, als je op zo'n jonge leeftijd al bezig bent met beleggen, dat je naar heel veel dingen anders kijkt. Dat je heel veel dingen anders behandelt. Misschien wel meer gaat leren ook. En tegelijkertijd natuurlijk het enorme voordeel hebt. Van het rente-op-rente -rente effect, de compound interest: hoe meer tijd je hebt, hoe groter jouw vermogen kan groeien. En als je al op je elfde begonnen bent en je bent nu dus 92, dan ben je dus eigenlijk al 81 jaar aan het beleggen. Nou, de meeste mensen gaan rekenen vaak met 30 of 40 jaar als looptijd. Ga eens na wat het effect is van rente op rente als je meer dan 80 jaar gaat beleggen. Nou Dat effect dat zien we ook duidelijk in de tweede feit. Want Dat is namelijk dat 99% van zijn vermogen eigenlijk is verdiend of is opgebouwd na zijn 60ste. Op zijn 60ste had Warren Buffett namelijk een vermogen van ongeveer 376 miljoen dollar. Nu, 32 jaar later. Heeft hij 99,3 miljard. En dat terwijl hij intussen al miljarden heeft weggegeven. Hij heeft dus in principe 99% van zijn vermogen verdiend na zijn 60ste. En dat is dus, zoals ik zei, het rente-op-rente-effect. De compound interest. Hoe langer je hebt als horizon, hoe ja, sterker dat effect wordt. Want je begint met 100 euro bijvoorbeeld, met 10% rendement per jaar. Dan is dat volgend jaar. 110 heb je 10 euro verdiend. Gaat dat nog een jaar verder, dan komt er 11 bij. Het jaar erop misschien bijna 12. Dus je ziet eigenlijk dat het gedeelte wat er elk jaar bij komt steeds groter wordt. En hoe langer je dus doorgaat, hoe groter die stijging uiteindelijk is. En dan rekenen we vaak bij rent-op-rente-effect. ...met een gemiddeld rendement en een best wel lange looptijd. Nou, we zagen dus al dat Warren Buffett, omdat hij op zijn elfde begonnen is... ...een nog langere looptijd heeft. Maar hij heeft ook een nog beter rendement dan gemiddeld. Dus als je dat combineert, dan kom je dus tot een enorm vermogen... ...van nu zo'n bijna 100 miljard. Maar ondanks dat vermogen woont Warren Buffett nog altijd in hetzelfde huis... ...dat hij 64 jaar geleden heeft gekocht. Hij kocht het huis in 1958 voor 31.500 duizend dollar... En hij heeft dus totaal geen last van waar heel veel mensen wel last van hebben. En dat is lifestyle-inflation. Naarmate je vermogen toeneemt, je inkomen toeneemt, gaan vaak ook je uitgaven of je verplichtingen nemen toe. Mocht dan ooit een keer wat tegenvallen, dan heb je niet meer dat inkomen of dat vermogen, maar heb je nog wel vaak de lasten. Nou, bij Warren Buffett is dat dus niet het geval. Natuurlijk heeft hij wel wat stappen gemaakt in zijn levensstijl, maar niet in verhouding tot het vermogen dat hij heeft. Hij zegt zelf ook ooit. Want ik word ook helemaal niet gelukkig waarschijnlijk als ik meerdere huizen heb. Zorgt alleen maar voor stress. Hij houdt van eenvoud en dat is ook de reden waarom hij nog steeds in datzelfde huis woont bijvoorbeeld. Maar ik denk ook een heel belangrijke reden waarom hij geen ander huis heeft gekocht. Uh, geen duurdere auto's rijdt, noem het allemaal maar op. Is juist omdat hij weet wat de kracht is van het rente op rente effect. En dat zegt hij ook heel vaak van al het geld dat ik nu uit zou geven. Dat vind ik aan de ene kant ook gewoon jammer. Omdat ik weet hoeveel het waard zou kunnen zijn in de toekomst. Als ik juist dat nog kan laten renderen. En een goed voorbeeld daarvan is het volgende feit. En dat is als we gaan kijken naar zijn Coca-Cola-investering en het dividend dat hij daaruit verdient. Warren Buffett heeft namelijk inmiddels een positie van 400 miljoen aandelen Coca-Cola. En in de afgelopen 12 maanden leverde dat hem 688 miljoen dollar aan dividend op. Kijken we naar de koers van Coca-Cola. Die is op dit moment zo'n 62 dollar. Terwijl de gemiddelde aankoopprijs van Warren Buffett. ...ongeveer op 3,25 dollar ligt. Dus hij heeft niet alleen een enorm, ja, enorme winst gemaakt... ...op de koers van 3 naar 62 dollar... ...maar ook het dividend zorgt voor ja, enorm veel winst ieder jaar. Gaan we kijken, hij verdient het afgelopen jaar 1,72 dollar aan dividend... ...per aandeel, terwijl zijn gemiddelde aankoopprijs dus op 3,25 dollar ligt. Oftewel kijken we naar het dividend en wat dat oplevert... ...dan is dat een rendement van 53% ieder jaar... En het is zo dat Coca-Cola ook ieder jaar nog um, het dividend verhoogt. De aankoopprijs van Warren Buffett blijft hetzelfde. Het dividend wordt verhoogd, dus zijn rendement op zijn aankoopprijs, zijn initiële aankoopprijs wordt ieder jaar ook alleen nog maar groter. En dan komen we aan bij het laatste feit van deze video. En dat is eigenlijk een advies dat hij geeft aan zijn familie, maar dat waarschijnlijk dus ook heel interessant is voor jou. En dat is het feit dat het waarschijnlijk het meest interessant is voor de meeste beleggers om te gaan indexbeleggen. Hij zegt ook van als ik in de toekomst overlijd, dan wil ik dat een groot gedeelte van mijn vermogen uh, weg wordt gegeven. Um, daar is hij nu al mee bezig en heel veel geld gaat richting de foundation, het fonds van uh, Bill Gates bijvoorbeeld. Maar hij zegt ook aan zijn familie, aan zijn vrienden van uh, ga dan vooral met het geld dat je hebt, ga dan index beleggen. De kracht van indexfondsen of sommige ETF's is namelijk dat ze heel lage kosten hebben, dat je een gemiddeld rendement hebt, omdat het gewoon heel weinig tijd kost om daarmee bezig te zijn en de combinatie van die drie dingen zorgt er gewoon voor dat je toch op de lange termijn vermogen kunt opbouwen. En zoals gezegd, als dat het advies is voor zijn familie en vrienden, is het waarschijnlijk ook heel interessant en een advies aan jou om dat te gaan doen. Kijk bijvoorbeeld naar bekende ETF's zoals indexfondsen zoals Fusa, oftewel de Vanguard S&P 500 ETF, VWRL, Vanguard All World Fonds en ook iShares heeft hier Producten die er eigenlijk een beetje op lijken, die hetzelfde doen. En al deze producten zitten ook in de kernselectie van de Hiro. Dus. Dus mocht je willen beginnen met beleggen en ben je op zoek naar een broker, kijk dan naar de Giro of kijk naar Bux. En via de link onder deze video kun je gebruik maken van de acties die ze op dit moment hebben voor nieuwe klanten. Op die manier help je het kanaal, want ik krijg een kleine vergoeding zonder dat het jou iets kost. En jij kunt op die manier dus ook zelf profiteren van de acties die ze op dit moment hebben. En daarmee zijn we aan het einde komen van deze video. Een video waarin we keken naar Warren Buffett en wat bekende quotes en interessante feiten. Mocht je nog een quote hebben, een feit hebben die je ook interessant vindt. Maar die je nog niet hebt gezien in deze video, laat dat dan vooral weten in de reacties onder deze video. Wil je meer video's zien? Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.